Hallo, goed dat je kijkt naar deze video. Ik ga je in deze video leren om op tempo SketchUp te tekenen. En welke stappen je dan moet doen. En eigenlijk is dit een oefening voor mensen die gewoon wat sneller met SketchUp willen worden. Dus volg deze stappen in de video, maar doe het vooral op tempo. Dus ik raad je aan om straks een stopwatch aan te zetten en binnen 2 minuten deze oefening uit te voeren. Als je het binnen 2 minuten kan, weet je zeker dat je een aantal basisvaardigheden van SketchUp goed beheerst. Oké, let's go, hier gaan we. Begin in de origin met een R, met de R op je toetsenbord. En ik raad altijd aan om sneltoetsen te gebruiken. De R op je toetsenbord betekent rectangle. We tekenen heel snel een kastje. Rectangle is 18 en dan de puntkomma toets 450. We hebben dan de basis van een zijtje. Dan gebruik je de P op je toetsenbord van push en pull. En dan trek je hem omhoog en dan wordt hij 500 hoog. Enter. Als je dit hebt gemaakt, de volgende stap is het maken van een component. Dus alles selecteren door alles te klikken of van linksboven naar rechts beneden te selecteren. En dan op de toets G. Geef hem gelijk een naam, zijde. Enter. Nu gaan we deze zijde kopiëren met Move. Druk dan op de Ctrl-toets zodat het plusje bij de Move komt en haal hem eruit. Gebruik dan de Tape Measure, de tape, de T van Tape Measure, en bepaal de afstand tussen de zijden of de lengte van je of de breedte van je kast. Ik maak een kastje van 600 breed, dus ik teken een lijn van 600. En gebruik dan de Move-knop om het paneel op de goede maat te zetten. Nu heb ik 2 zijtjes en die staan al op de goede plek. Nu gebruik ik de Rectangle Tool, dus de R. Dan teken ik de bodem erin. Push en pull. 18 dik. Enter. Alles selecteren. G. Bodem. Maar we gaan hem ook kopiëren, dus het is niet alleen bodem. Maar het is ook dek. Dus bodem slash dek. Deze gaan we weer kopiëren. M, Ctrl. En zetten met de bovenkant gelijk. We zijn nu al bijna klaar. Nu moet er nog een achterwandje in. En die tekenen we met de R-toets. Weer R. Klik. 18 dik. Enter. G. Achterwand. Enter. Nu heb je een kastje getekend met alle basisfuncties van SketchUp. En kun je al een heel eind komen. Probeer dit. Eens even kijken hoe snel ik het kan. Ik zal even kijken of ik dit... Hoe snel dat moet lukken. Het is nu 8 over 11. Ik begin met de rectangle tool. Maak hem 450.18. Enter. Oh, verkeerd om. Maakt niet uit. Dan ga ik hem 600 hoog maken. Ik maak er een component van. G. Create. Dan ga ik drukken op Q, want ik moet hem draaien. Oké. 90 graden. Enter. Dan gebruik ik de T om de kast 600 uit elkaar te zetten. En ja, de maten maken niet zo heel veel uit. Ik zie dat ik nou een andere maat heb gepakt dan zojuist. Die kopieer ik daarin. Dan ga ik ervoor staan. Dan pak ik de R-toets. Zo. Push and pull 18. G. Bodemdek. Enter. Move. Control. Zet hem bovenaan. Ga naar de achterkant, R-toets, maak de achterwand, push and pull, 18, G, AW, ben ik nog sneller achterwand en heb ik een kastje klaar. In 1 minuut. Als ik het kan, moet jij het ook kunnen. Dus als je dit in 1 minuut kan, dan ben je klaar om eigenlijk de volgende stappen te gaan nemen in SketchUp. Bijvoorbeeld het tekenen van groeven of het draaien of ja, allerlei andere moeilijke dingen die je nog aan te pas komen. Maar deze vaardigheid moet je gewoon bezitten. Gaat je zelfvertrouwen toenemen, het plezier namelijk ook als gewoon bepaalde dingen lekker snel gaan. Oké, heel veel succes en
probeer dit goed.